Dura Vermeer ziet haar mensen als belangrijkste bouwsteen voor ondernemerschap. Dura Vermeer zorgt goed voor haar mensen en doet er veel aan om gezond, veilig en goed ontwikkeld personeel te behouden. Maar het kan altijd beter. Medewerkers moeten zich betrokken voelen bij wat er gebeurt. Binnen het bedrijf en in hun directe omgeving. Veiligheid heeft voor Dura Vermeer de hoogste prioriteit. Het bouwbedrijf concentreert zich op een daling van het IF-cijfer en een toename van het aantal veiligheidsbewustzijnacties. De acties van vorig jaar concentreerden zich met name op de 10 levensreddende gedragsregels. Ook onderaannemers en leveranciers moeten zich aan deze regels houden. Dura Vermeer doet er alles aan om het aantal ongevallen en verzuimdagen te reduceren en met elkaar te zorgen dat de veiligheidscultuur, met name op de bouwplaats, toeneemt. Veilig werken blijft onze hoofdzaak natuurlijk. En dat is dingen die wij bespreken 's morgens met de dagstart en met de startgesprekken. Ja, het doel blijft dat we zo veilig en zo gezond mogelijk naar huis toe gaan. Ziekteverzuim leidt niet alleen tot onnodige kosten, maar kan ook een negatief effect hebben op het werkplezier van medewerkers. En werkplezier vindt Dura Vermeer erg belangrijk. Opleiding en scholing dragen bij aan het verhogen van dit plezier. Iedereen moet kunnen groeien binnen het bedrijf. Investeren in talent, digitalisering en teamuitjes wordt als vanzelfsprekend beschouwd bij Dura Vermeer. Het bedrijf heeft tevens het streven om meer jongeren aan te trekken en daarmee de vergrijzing tegen te gaan. Dit is momenteel al terug te zien in het aantal stagiairs die Dura Vermeer mag verwelkomen. Dura Vermeer blijft investeren in menselijk kapitaal. Of het nu bewoners, mensen in de omgeving of medewerkers zijn. Met elkaar maken we ambities waar.